op tijd. Auw, 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 mijn steen, je doet me zeer. Je stinkt, man. Ja, ga je nu wassen? Jullie zijn echt stomme rotouders. Fien heeft het niet goed bij haar pleegouders. Ze voelt zich erg rot en denkt nog vaak terug aan de leuke tijd in het weeshuis. Daar had ze tenminste leuke vriendinnen. Fien besluit terug te gaan. Hey, Mila. Mila, hier. Hey, je bent terug. Bij mijn ouders had ik het niet fijn, want ik werd daar mishandeld. Ik had te weinig eten. Ik heb alleen maar deze kleding. Oh, wat erg! Heeft hier iemand wat eten? Want ik heb echt heel erg honger. We kunnen misschien wat eten in de keuken bakken. Dat is wel fijn, want ik heb zo'n honger. Alle kinderen zijn blij dat Fien weer terug is. Maar daar verschijnen de directrices. Mij gaan het allemaal wachten. Ja, het gaat weer goed. Zij mogen Fien niet zien, want ze vinden het vast niet goed dat ze terug is. Die nacht slaapt Fien stiekem bij Mila onder de dekens. De volgende ochtend besluiten de meisjes wat eten in de keuken te gaan stelen. Let's go. Arresteer ze. Handen op jullie rug. Nee, stop. We hadden gewoon honger, ja. De meiden worden meegenomen naar het bureau. Tussen hun cellen staat continu een bewaker op de wacht. Hey Evie, heb jij ook zo'n honger? Ja, heel erg. Stil zijn. We gaan bijna eten, dus mond dicht. Wat gaan we dan eten? Puree met wortel. Godverdomme. Jongen, jongen, jullie lijken wel zusjes. De andere kinderen hebben geen idee waar Fien en Evie zijn gebleven. We gaan naar ze op zoek. Ja, het gaat over Fien en Evie. Volgens mij zijn ze opgepakt door de politie. Maar waarom dan? Volgens mij hebben ze iets gestolen of zo. Ja, dat is helemaal niet eerlijk. Ze had gewoon honger en ze heeft helemaal niet goed bij die ouders. Kom jongens, we gaan in protest. Het is toch niet de schuld van de meisjes dat ze honger hebben? Iedereen heeft toch recht op eten? Niet die meisjes, maar die pleegouders moeten opgepakt worden. Ja, kom. De weeshuiskinderen komen in protest. En zo worden uiteindelijk de slechte pleegouders opgepakt en mogen de meiden weer naar huis. Jullie lijken al zusjes. Ja, dat zegt iedereen. Maar één manier om daarachter te komen. Bel de commissaris. Ik wil weten of ik hier twee zusjes voor me heb staan. De onderzoeken zijn gedaan. Dit is de laborant. Die kan jullie alles vertellen over het onderzoek. Ja, ik heb hier de resultaten van het bloedonderzoek. En jullie DNA komt 99% overeen. Dus dat betekent dat jullie zusjes zijn. Eindelijk hebben we een echte familie.